En dan gaan wij praten over het gekmakend streven naar perfectie. Dat sluit dan weer mooi aan. Ik ga erover praten met psychiater en voorganger Piet Verhagen. Psychiater bij GGZ Centraal en spreekt in de Protestantse Kerk. Wat komt eigenlijk eerst, psychiatrie of het preken? Ik verdien mijn dagelijks brood met de psychiatrie. Ja, dus dat is mijn dagelijks werk. De hoofdmoot. Ja. Vorig jaar promoveerde u ook op een bijzonder onderwerp. Een belangrijk onderwerp, denk ik ook. De relatie tussen psychiatrie en religie. Daar gaan we zo meteen denk ik nog wel even over verder praten. Daarnaast zit Hanneke Schaap-Jonker, psycholoog, theoloog. Rector van het Kennisinstituut Christelijke GGZ van Elios en de Hoop GGZ. En bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit. Ik heb een erudite tafel, kan ik wel zeggen. Zeker. Ja, zeker. Dat mag duidelijk zijn. Hanneke, ik zag een tweetje online dat je heel veel zin had om te praten over dit onderwerp. Zeker. Waarom? Ja. Nou, ik vind perfectionisme een onderwerp wat eigenlijk bij heel veel thema's aansluit in mijn vak. Zowel vanuit de theologie of de psychologie kun je erover nadenken. En het heeft te maken met een bepaalde mindset wat mij betreft. Je kunt zeggen, we kijken allemaal naar onszelf. We zien onszelf op een bepaalde manier. Maar we willen onszelf ook op een bepaalde manier. Dus we hebben ook ons ideale zelf. En dat perfectionisme is, mijn zin is het streven om zo dicht mogelijk bij het ideale zelf te komen. Maar het betekent wel dat je altijd aan het oordelen bent. Van doe ik het goed, doe ik het beter, doe ik het goed genoeg, kom ik bij het ideale zelf? En dat vind ik theologisch ook een hele interessante. Denk vanuit die modus van dat oordelen. Ja, hoe zit het dan met de kant van de aanvaarding of van de genade, hoe je dat ook noemen wilt. Ja. En dat is psychologisch gezien ook een hele interessante dynamiek. En die heeft ook te maken met verschillende vormen van ontwikkeling, van psychopathologie. Er komen heel veel dingen bij kijken. Als je er zeg maar wat technisch naar kijkt, zou ik haast willen zeggen. Piet, hoe zou u perfectie definiëren? Wat is perfectie? Nou, kijk, perfectie is denk ik het streven, de wens om iets zo goed mogelijk te doen. En er ook nog plezier aan te beleven ook. En dat lijkt me eigenlijk helemaal niet zo'n vervelende of nare eigenschap. Integendeel, ik denk zomaar dat u hier niet zou zitten. Als u niet het streven zou hebben om iets perfect zo goed mogelijk en er plezier aan te beleven. Ja. Maar het punt is natuurlijk dat op het moment dat jij niet meer de baas bent over je streven om iets goed te doen, maar dat eis om iets goed te doen de baas wordt over jou, ja, dan ontstaat er natuurlijk een frictie. Althans, dan kan er een frictie ontstaan. Want dan word je slaaf van het streven naar perfectie. En dat is dodelijk vermoeiend. Ja. En komt u dat veel tegen in uw werk? De hang naar perfectie en daar niet aan kunnen voldoen en daardoor eigenlijk in de problemen komen? Nou ja, in mijn werk hebben we denk ik erg veel te maken met mensen die dat als een soort van hoge eisenpakket in hun hoofd hebben zitten. En het idee hebben, het gevoel hebben, de overtuiging hebben dat als ze daar niet aan voldoen, dat ze dan niet deugen. En ik zei daarnet al, dat is dodelijk vermoeiend. Dus burn-out ligt dan op de loer of nog veel erger. Maar het is natuurlijk niet alleen iets wat uit onszelf eventueel komt. Het is ook iets wat we natuurlijk als samenleving of als maatschappij met elkaar aan de gang houden. En ja, daar kan niet iedereen even makkelijk in meekomen. Nee. Natuurlijk. Nou, bent u vorig jaar gepromoveerd over het onderwerp religie en die psychiatrie om dat bij elkaar te brengen, omdat u eigenlijk zegt, geloof kan een hele belangrijke rol spelen in het tegengaan van sommige elementen. Zeker, zeker. Maar dat is goed, hè? Dat moeten we ook hardop zeggen. En in mijn vak, de psychiatrie, maar ook in de psychologie, wordt dat veel te weinig gezegd. Maar het andere is ook wel waar. Hè? Dus geloof kan ook dat perfectionisme op een nare manier aanwakkeren. Hè? Dus dan zijn het niet alleen je ouders of je partner of de omgeving die van jou eist dat je perfect bent. Maar dan is het ook nog eens de Heere God die van jou eist dat je perfect bent. Ja, daar voldoet natuurlijk niemand aan. En dat kan heel problematisch zijn. Ja. En Hanneke, ik zie je knikken, want herken je daar iets in?
Nou, meerdere dingen. Wat Piet zegt over bepaalde mensen kunnen daar, zijn daar gevoeliger voor. Ik gaf deze week college over angst en dwang. Nou, dat zijn mensen met een dwangstoornis bijvoorbeeld. Het moet wel perfect, het moet wel goed, want anders verlies je de controle. En dan verlies je jezelf op de een of andere manier. Dat is toch best wel heel schrijnend soms. En ook die context van nou, dat ideale zelf ontstaat niet in een vacuüm. De stemmen uit de maatschappij doen daarin mee. We kunnen elkaar ook lekker gek maken. Ook via social media bijvoorbeeld, met al die mooie plaatjes. Dan is het natuurlijk een hele mooie vraag, of ook wel een spannende vraag. De stem vanuit geloof, Bijbel, kerk, in hoeverre doet die mee? En in hoeverre is die onderdeel van wie jij bent en wie jij graag wilt zijn? En op welke manier dan? En als je die zou moeten beantwoorden? In zijn algemeenheid? Die vraag, ja. Hoe doet God mee? Dat ligt er denk ik maar aan. Binnen de kerk of door gelovigen wordt die vraag anders beantwoord dan in de maatschappij in zijn geheel. Ja. Maar zit er dan ook verschil in de hang naar perfectie? Want ik hoor net ook zeggen van ja, gelovigen hebben misschien ook wel de neiging om te voldoen. Hè? Ik bedoel, dat je goed wilt doen en dat je het juist heel goed wilt doen. En dat ook een beklemming kan worden. Daar hebben we 31 oktober aan te danken, toch? Aan dat dilemma. Ja. Daarom zitten we vandaag hier, daarom hebben we het erover. Ja. Ja, ja. Maar ja, daar zitten natuurlijk variaties in. En geloof kan juist tot hoger aanzetten, maar ook tot meer presteren. En ook dus tot perfectionisme in negatieve zin. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook tot een stuk ontspanning. En dat heeft weer te maken met van waar ligt je focus? En dan kom ik eigenlijk ook weer op dat oordeel- en aanvaarding verhaal. Gaat het om wat je doet en wat je presteert en alle dingen die daarover zijn? En zie je God ook als iemand die, nou ja, bij wijze van spreken staat te turven hoe goed je het doet of daar een oordeel over heeft? Of heeft het ook te maken met wie je bent als mens? En denk ook even aan het verhaal van Inger. Gaat het om wat je neerzet of de persoon, de mens? En dan denk ik ook in de lijn van 31 oktober... de genadige aanvaarding van God, om het even in serieus kerkelijke termen te zeggen. Dat jij als mens mag leven van zijn liefde. En dat het oordeel bij Jezus terechtgekomen is. En door het geloof hoor je bij hem, ben je in Christus. En leef je in die ontspanning. Dat maakt het anders. Ja. Maar dan kan het nog steeds wel een struggle zijn. Van hoe zit dat nou met dat zijn? En hoe zit het met dat doen? En hoe balans? Houdt zich dat tot elkaar? Ja. Waar is de balans? En dat is denk ik ook een stukje oefenen en groeien. En als mens blijf je dit. En misschien ook niet te streng zijn in dat oefenen. Van, precies. Yeah, ja. Fouten maken mag. Ja. Ik weet dat u aan de lijf heeft ondervonden dat het leven soms niet perfect is. Ongeveer 6 jaar geleden, u en uw vrouw ongeveer tegelijkertijd te maken met ziekte. Speelt zo'n verhaal dan van, hey, ik kan niet meer voldoen aan de standaard die ik zelf heb gelegd. Ontstaat daar spanning? Of is het vooral gewoon ziek zijn? Nee, niet bij ons persoonlijk zozeer. Nee, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar dat heeft ons persoonlijk niet parten gespeeld. Nee, uiteindelijk, dat heeft natuurlijk even geduurd, want de boel staat natuurlijk wel op zijn kop. Maar uiteindelijk zijn wij heel dankbare mensen. Ja. Dat het bij ons gegaan is zoals het gegaan is. Even voor de helderheid, u kreeg te maken met kanker, hè? Ja. En ik maak dat bruggetje even, omdat ik zelf van mening ben dat dankbaarheid, maar daar komt u straks nog over, heb ik begrepen, dat een belangrijk tegenwicht is. Tegenwicht van perfectie. Tegenover, als je niet ook dankbaar kunt zijn over datgene wat je met meer of minder succes of met meer of minder perfectie voor elkaar hebt gekregen. Dan ligt het gevaar van er slaaf van te worden veel meer op de loer dan wanneer je er ook nogmaals van kunt genieten of dankbaar om kunt zijn. Ik hoor jullie beiden eigenlijk zeggen van ja, er is een soort trend dat de maatschappij ook best wel een soort lat legt. Social media speelt daar een rol in. We gaan eigenlijk met z'n allen ook een beetje mee in
die drive om dat perfecte leven te leiden. Ja. En goede remedie is dankbaarheid. Zeker, dat denk ik wel, ja. Ja. Kijk, uiteindelijk zit het in ons hele idee over gezondheid. Hè? Wat is ons idee over gezondheid? Ons idee over gezondheid is een staat van complete welbevinden in lichamelijke, psychische en maatschappelijke zin. Zo. Nou ja, als dat de maatstaf is, hè, dan is 90% van de bevolking natuurlijk niet gezond. Nee. Want dat halen we niet. Dus in die malle definitie zit al een soort van perfectionisme. Nee, zeggen we inmiddels met elkaar, dat zijn we aan het ontdekken. Hebben we eigenlijk net ook horen vertellen. We zeggen, nee, gezondheid is niet die staat. Nee, gezondheid is de mogelijkheid om je aan te passen, de vaardigheid om je aan te passen aan de uitdagingen die het leven stelt. Zowel in lichamelijke als psychische als in sociale zin. En dan krijg je natuurlijk een heel ander idee van wat gezond zijn is. En dan, ik zou bijna zeggen, dan is er bijna niet meer een mislukt leven. Nee. Nou, en dat heeft dus ook te maken met die mindset. Want denk ik, in dat gekmakende streven naar perfectie is de vraag van wat heb ik bereikt, wat kan ik bereiken, wat moet ik bereiken om mee te tellen. En nou, wat Piet nu net zegt, dat is ook veel meer de vraag van hoe verhoud ik me tot mezelf, tot anderen, tot de wereld. En niet zozeer wat bereik ik, maar hoe ben ik van betekenis? Denk die vraag naar betekenisgeving, zingeving, naar verbinding komt veel meer op de voorgrond te staan. En dan kun je dus ook heel goed dankbaar zijn voor die relatief kleine dingen. Zoals het geluk met de hond. Dat lijkt op wereldniveau een klein ding. Maar denk ik, als het gaat om betekenis en ook hoe ben je van betekenis veranderen op allerlei manieren. In je kracht, wezenlijk, ja. Of in je kwetsbaarheid, dat kan net zo goed. Ja. Maar dat is dan heel wezenlijk.